stel dat zij het wel in haar eentje redt, hè, dan worden misschien al die andere getrouwde vrouwen ook onrustig. Kijk, er zijn ook hele oude graven die bestudeerd zijn, waar je al verschil in gelijkheid of hiërarchie tegenkomt. En wanneer een man zijn vrouw op schoot heeft en vasthoudt in het graf, dan is dat toch een heel ander perspectief dan wanneer zij bij de andere spullen hoort. Die dat is toch wel verschil, ja. Die zijn meegegeven, hè, van zijn wapens tot zijn eetgerei of zijn paard of zijn hond. Mm-hmm. Als ze daarbij ligt, dan is ze allemaal spullen en objecten die hem meegegeven worden, want die zal hij in het hiernamaals ook nodig hebben. Dus ja, ik denk dat het een kwestie van macht is. Wie macht heeft, die heeft greep op degene die minder macht heeft. Ja, ik zag ook de stelling die belangrijk is in De Heuvels van het Paradijs, je vorige boek, terugkomen in dit boek. Ik wil hem even voorlezen. De spectaculaire baarcapaciteit heeft mannen afhankelijk gemaakt van vrouwen voor hun nageslacht. Om daar iets substantieels tegenover te stellen, is alles uit de kast gehaald om vrouwen op andere terreinen voorbij te streven. Ja. En ja. Hoe komt dat dan weer terug in dit boek Weduwe? Omdat weduwen een categorie zijn die zenuwachtig maken, omdat ze niet gecontroleerd worden. Niet gecontroleerd zeggen, door mannen bedoel je? Of door... Ja, dus normaal is er een man. En ik las nog even in dat boek terwijl ik in de bus zat op weg hierheen. Dat het vaak zo is. Dat een man een greep op zijn eigen vrouw heeft. En tot 1971 was in Nederland een wet dat de man het hoofd van het gezin was. Ja, tot 1971. Dus dat is helemaal nog niet zo lang geleden. En dus die hiërarchie die sprak zodanig vanzelf. Mm-hmm. Wat hield die wet dan in eigenlijk? Zeg je? Wat hield die wet in? Ja, alles was zo geregeld dat het vanzelf sprak dat voor de man, dat de man de baas was. En je ziet het ook aan de spreekwoorden over de dood van wanneer een vrouw doodgaat. Liefde of verdriet voor de dode vrouw duurt tot de deur. Dat betekent, zodra zij uitgedragen is naar het graf, dan is het klaar. Dan hoef je daar niet meer. Of God zij geprezen voor de dode vrouw. Dit komt uit Brazilië, dat eerste komt uit Europa. En je vraagt je dan af, als die spreekwoorden kennelijk populair waren, want ik heb er wel al 20 van gevonden, mm-hmm, in Europa. Hoe ging dat dan? Zeiden mensen dan, wisselden mannen dit onderling uit? En zaten de vrouwen daar dan bij mee te glimlachen van, ja, zo is het nou eenmaal. En de boodschap is ook, nou, ze kan eigenlijk geen kinderen opvoeden in haar eentje. Haar hond kan ze niet in bedwang houden, nou, ja, noem maar. Mm-hmm. Dus de boodschappen die rondhangen zijn van, nou, dat wordt nooit meer wat. Ja. En het lijkt bijna alsof het is omdat zij, stel dat zij het wel in haar eentje redt, hè, dan worden misschien al die andere getrouwde vrouwen ook onrustig. Dus de boodschappen zijn, nou, dat kan nooit wat worden.